Maar Wil, als ik het nou heel goed begrijp, hè, jij vindt dus die Graafse wijk in Den Bosch eigenlijk helemaal geen probleemwijk. Nee, wat nou probleemwijk? Ik bedoel, wij hebben geen probleem hoor. SBS6, die had een probleem. Want die had een volkomen verkeerd beeld gegeven. Hè, verkeerd beeld? Hoezo? Ja, want in het echt is het allemaal nog veel erger. Ja, hij heeft gezien op televisie. Ja, ja, ja. Er is geen bom ontploft, er is geen brand gesticht. Er is niemand met een brandende autoband om zijn nek om achter een treinwagen aangesleept. We zijn gewoon neergezet als een stelletje watjes. En dan komt allemaal de gullie van de media. Maar... ja. Ja, ga jij mee, mee mooi pak aan en een grote bek. Ho, 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 bed. Nee, heb je problemen? Nee, ik heb geen, jij houdt je rustig, Wil, hij moet zich een beetje rustig houden. Oh, even Jack Spijkerman, oh, Jack Spijkerman. Je had toch een klaplong? Nee, ja? Wil. Ja? Wil. Ja, ja, we hebben ook een keer iemand gehad in de wijk. Een man met een klaplong. Ja? Ja, ja, nou, die heeft niet lang uitgehouden bij ons, hoor. Nee? Wat krijgen we nou? Vuile viezerik. Hey, ja, met zijn klaplong. Maar er lopen wel kinderen op straat, hè? Ja, en hij heeft zelf Sinterklaas gespeeld. Ja, 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 maar dat ja. Moet je voorstellen. Ja, moet je voorstellen. Gewoon kinderen op schoot met een klaplong. Ja, nee. En wij wisten van niks, hoor. Nee, nee. Ja, ik begrijp, Bert, dat jij een delegatie uit de Graafse wijk in Den Bosch leren. Delegatie. Wat nou delegatie? Wil. Je bent zelf een delegatie, man. Ja. Ja. Ik heb helemaal niks, hoor. Hier, ik heb bij ons in de wijk komen kijken met delegatie. Ja, he, met brillen en met klaplon. Ja, nou zeg. Jij moet je rustig houden. Ik zeg goedenavond samen. Neem er allemaal eentje van me, want ik heb het vandaag wel weer verdiend. Nou, kijk aan, dat is meneer Van Halderen, topman van Nuon. Ja. Ben je nou topman? Ja, topman. Dat kan je wel zeggen, hier. Ja. Ik voel me topman. Ja, nou. Meneer Van Halderen van Nuon, u was in opspraken vanwege uw salaris, hè, meneer Van Halderen? Zeg maar gewoon Ludo. Ludo? Ludo van Nuon, daar weet iedereen het over. Okay. Vissig in mij nou eens lekker een biertje en zet er even wat naast om in te grijpen. Oké, okay. Een nootje, Chippy? Nee, liever gewoon geld. Doe maar een bak gemengde muntjes. Die hebben jullie natuurlijk niet bij de varen. Hè? Nee, doe eigenlijk ook maar gewoon chips, knoflooknootjes of wat ze speelden. Ik zweer zo anders dan geld. Hè? Ja. Dat is ook wel leuk. Als ik maar wat heb om in te graaien. Ja, goed. Nou, jij ook. U komt er wel rond vooruit, hè, meneer Van Halderen? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Want u verdient als topman van een publiek bedrijf 811.000 euro per jaar. Las ik. Ja, dat las ik zelf ook. Ja. Ik wist niet wel, nou, ik las het zelf. Mijn vrouw kwam erbij aangelopen. Echt waar? Ja, dat was niet te geloven. Ik lag lekker uit te slapen, een uurtje van 1:30 'smiddags. Kom mevrouw de trap op met de krant. Zo, Ludo, ik lees net in de krant wat jij verdient. Ja. Nou, we moesten even gaan zitten, we hebben ons kapot gelachen. Dat was mooi. Diezelfde middag is ze met een platina creditcard op het vliegtuig naar Rome gestapt. Oh. Dus er komt de hele week al witte rook uit mijn bankrekening. Hier zat vanochtend dat ze een sms'je gestuurd. En er stond op wat ze deze week tot nu toe had uitgegeven. Ja. Niet te geloven. Dat past niet eens op mijn display. Er zat een laars gekocht of zoiets. Oh. Nee, wacht even. Nee. Er zat de hak van de laars van Italië had ze gekocht. Ja, maar dat is een heel arm gebied. Ja, nou niet meer. Nee. Heerlijk spul, geld. Maar, mooi spul. Ja, maar meneer Van Halderen, even. U werkt voor een publiek bedrijf. Heel even. Je zegt werk. Ja? Dat is wel heel duur woord, hè. Werk. Ja. Nee, dat valt allemaal best mee. Wij hebben op de play zo'n joekel van een tegel hangen. En daar staat op van een beetje werk is nog nooit iemand rijk geworden. Nee. Ja, nee, je moet gewoon op de goede plek gaan zitten. En graaien. Gewoon flink graaien. Niet te weinig. Ja, maar bij Nuon, maar ook bij Essent, dat andere energiebedrijf. Het gaat toch om gemeenschapsgeld? Ja, nou en? Dat is toch ook geld? Ja. Ken jij een winkel waar je niet met gemeenschapsgeld mag betalen? Ja. Dat er een bordje op de deur hangt, liever geen gemeenschapsgeld. Nou, die winkel ken ik niet, hoor. Nee. Trouwens, de hoeren spugen er ook niet op, kan ik je vertellen. Godverdomme. Dat is allemaal zo. Ja, hoor. Maar gemeenschapsgeld. Maar meneer Van Halderen, het gaat toch een beetje om normen en waarden. Het mag toch eigenlijk gewoon niet? Ach, man, dat mag zoveel niet. Dat is toch allemaal onzin, man. Ja, ik bedoel, je mag niet hard schreeuwen. Je mag niet in andermans portiek schijten. Nee, zeg. Je mag geen wietplantages op je zolder hebben. Je mag godverdomme nog geen pedofiel onder zijn kloten schoppen. Oh ja, dit is toch... Ja, als je alles niet doet wat niet mag, dan waren wij geen probleemwijk. Ja, nee. Zou je zeggen dan van die wietplantages? Maar dat zijn toch van die plantages met die reusachtige lampen? Ja. Die waanzinnig veel stroom vreet. Ja. Maar die stroom, die tappen ze dus mooi illegaal af. Ja, nou en?
Van wie tappen ze dat dan af? Nou, van onschuldige mensen die dan een hele hoge rekening krijgen. Nou, dan betalen die het toch? Kan mij dan een verdomme wie dat geld betaalt? Ja. Ja. Er staat er op mijn bankrekening niet bij, hoor. Nee. 80.000 euro AG, afgetapt geld. Nou, ja. Ik zie het niet staan. Ik zie het niet staan. Maar luister nou, meneer Van Halderen. Hey, klap, Long, laat hem nou even uitpraten. Ja, juist, ja, goed. Je moet hem gewoon laten uitpraten. Ik zal dat wel even uitleggen van dat aftappen. Kijk, wij voelen ons eigen gewoon een soort Robin Hoods. Ja. Wij stelen van de rijken en we geven het aan onszelf. Juist. Nou, dat vind ik nou leuk om te horen. Ja. Dat heb ik ook. Ik voel me ook vaak een soort Robin Hood. Ja, ja. Maar u geeft nooit geld aan de armen. Nee, ik vind het gewoon lekker om af en toe in een groene milieu rond te lopen. Ja. Goedenavond samen. Nou, kijk aan, meneer Renkes. Ach, ja, sorry dat ik weer zo laat ben, maar ik had de platte grond van het foute gebouw op zak. Oh, ja. Meneer Renkes, u bent de minister van Binnenlandse Zaken. U bent ook verantwoordelijk voor de AIVD. Ja. Bent u ook zo geschrokken van het feit dat die Samir A. vrijgelaten is? Nou, wacht even. Hij had dus nog niks gedaan, hè? Nee, maar het is natuurlijk niet helemaal een frisse jongen. Ik neem toch aan dat u hem nu wel volgt, hè? U zal toch wel een zendertje geïmplanteerd hebben waarmee u dan precies kan volgen waar die is en waar die zich... Wacht even. Niet zo snel. Ik schrijf het even op. Ik hoor iets over een zendertje. Dit is toch te gek? U moet ons toch beschermen? Dit is toch te gek? Die gozer die had zoutzuur en kunstmest thuis. Ja. Daar kun je een bom mee maken. Aan platte gronden van Schiphol, van het binnenhof van het AIVD-gebouw. Ja, vooral dat laatste zijn wij natuurlijk erg in geïnteresseerd. Want we kunnen de weg nooit vinden in dat gebouw. Het is een doolhof. Dat gebouw is zo geheim dat ik het de helft van de tijd niet kan vinden. Wilt u daar geloven? Ja, dat geloof ik. Ja. Maar is het nou toeval dat een paar dagen na die vrijlating van die Samir A... er een gat in een defensiedepot wordt geblazen... Juist, ja. Waar ze even 150 van die peperdure pistolen jatten. Nee, dat is inderdaad geen toeval. En ik denk dat we nog goed zijn weggekomen. Oh. Want we hadden dus informatie dat ze het gemunt hadden... op de Apache-helikopters die daar gestationeerd staan. Zo, ho. Dus nou, dat wil eigenlijk zeggen dat de Hofstadgroep vliegt nou in een helikopter rond? Nee, staan er allemaal. Oh, gelukkig. Ja, ze hebben alleen van één Apache de sleuteltjes meegenomen. Jezus, dus die zijn zoek? Nee, we weten precies wie die heeft. Maar je kan in een rechtsstaat natuurlijk niet iemand gaan arresteren... alleen omdat hij de sleuteltjes van een Apache-helikopter op zijn zak heeft. Dat is toch gek? Dat kan toch gewoon niet wat u nou zegt? Nou, maar kijk, op het moment dat hij dan daadwerkelijk... die sleuteltjes in het contact steekt van die Apache-helikopters... Dan pakt u hem! Nee, dat zou wel heel kort door de bocht zijn, hè? Want je hebt natuurlijk geen bewijs. Je weet niet wat hij met die Apache wil doen. Nee. Maar mocht die Apache dan komen te vliegen boven het appartement van Hirsi Ali... Ja? En zo'n fundamentalist haalt het in zijn hoofd om op dat moment een van de twee hittezoekende raketten af te wuren. Ja? Nou, dan hebben we misschien wel een zaak, hoor. Ja. Als alles op film staat. Ja. Dus die apparatuur is inmiddels in bestelling genomen. Ja, nou, dat schiet wel op. En ja, even die Ayaan Hirsi Ali, die heeft nu toch een mooi veilig appartement in Den Haag, hè? Dat heeft 9 ton gekost. 9 ton? Ja. Konden ze niks fatsoenlijks vinden. Ja. Net komt uit Somalië, dan moet ze hier weer in een hut wonen. Ze moet er een boek over gaan schrijven. De negerhut van 8 ton. De negen ton van oom Hut. Ja, de 9 ton. Ja, dat moet ze maar bedenken. Maar het is een mooi appartement, Ludo. Het is echt een mooi appartement. Ja. En ze gaat er met vijf gozers gaat ze er wonen. 5 van die grote bodyguards. Het is een beetje de vrouwelijke Anton Heijboer. Zo. Ah ja, Anton Heijboer overleden. Ja, ja. Ah, dat vond ik een kleurrijk figuur. Die had 5 vrouwen. Niet te geloven, we moeten die kosten, man. Ja. Ik heb wel eens uitgerekend, daar moet je zeker 4-5 balkenenders voor verdienen per jaar. Balkenenders? Ja, wij rekenen in de Rotary Club rekenen wij in balkenenders. Oh? 1 balkenende is 130.000 euro. Zo. Dan zie je toch de hele tijd te meijeren over dat geld, man. Spijkerman. Jij kan toch ook niet meer lopen van het geld? Je weet niet waar je het moet laten, man. Die visser ook niet. Je hebt ook niet in je eerste geldje gestikt. Nou, ja. Is dat trouwens? Jullie verdienen volgens mij allemaal minstens 3 keer zoveel als die balkenenders. 5, 6. Hier, 5, 6, 7. Ja. Wie biedt er meer? Nou, ik zit op 6, 7 balkenenders per jaar. Ja, dat vind ik op maar als je dus 1 balkenende verdient... Ja, dan ben je balkenende. Ja, dan ben je dus zeg maar gewoon de lul. Ja. Ik moet je voorstellen, jullie verdienen hier allemaal 3 keer zoveel als balkenende. Ja. Door hem na te doen. Ja. Is toch zuur voor dat mannetje? Ja. Moet je voorstellen, je bent balkenende, je wordt nagedaan... en de vent die jou nadoet verdient 3 keer zoveel als jij. Ja. Zou ik zeggen, ergens in mijn leven is iets fout gegaan. Ja. Ja. Helemaal goed. Ja, dank u. Ja.
Joost, zouden er überhaupt nog mensen in Nederland wonen die minder verdienen dan Balkenenders? Ja, dat weet ik niet. Nou, wij rekenen niet in Balkenenders, wij rekenen in tokkies. En hoeveel Balkenenders is een tokkie dan? Ja, dat weet ik niet. Hoeveel is een Balkenender? 130.000. Oh, nou, één tokkie is twee Balkenenders dan. Tenminste, als je de opbrengst van de wietplantage meerekent. Ja. U bent een beetje stil. Wat verdient u eigenlijk? Nou, laat ik daar dit over zeggen. Als ik afrekende naar een avondje tafelen met de Rotary Club, dan leg ik gewoon één Balkenender op tafel en ik zeg, laat die Remkes maar zitten.